Ja, mensen, tot aan deze video. Vandaag zijn we er weer met een nieuwe Planet Coast aflevering van het Prakpark Bassin Adrian. BNA Park. En we gaan verder. Tenminste, ik heb wel een paar dingen gedaan. Buiten opname zonder is dit er een van. Drinkgelegenheid voor uh, de mensen, BNA, gewoon simpel, maar wel de kleuren natuurlijk van Bassin Adrian. Zelfgebouwd huisje en dan al iets van een drank, dingetje bovenop geplaatst. Um, ja, dit is ongeveer op een. Hier ook de kapitein Bas natuurlijk. Even die bankjes vervangen. Dat is ook wel belangrijk. En we zien daar natuurlijk dat gouden. Uh, dat moet Bas voorstellen. Op een soort van heuveltje. En dan natuurlijk weer bosjes. Heel veel bosjes. Hier een soort piratenthema. Stuurtje. Natuurlijk de kapitein Basbaan. Hier een fonteintje geplaatst. En een wc daar achter die boom. een Beetje onopvallend. En hier Aliens milkshake. Of Aliens shake. Ja, ook iets met de naam van Adian erin en zijn kleuren. Maar er is ook een nieuwe attractie bijgekomen. Twee zelfs. Het is deze. Plaageest, heb ik hem genoemd. Deze soort ja, toren. De gondolata eigenlijk van ons park. Hetzelfde staat in de Efteling. Maar ook dus hier. Mooi uitzicht weer over het park. En wat rustiger. En hier hebben wij de wildwater, de, de, de boomstammetjes. De boomstammetjesbaan. Kan je het beter zeggen. En die gaan we ook thematiseren. Maar eerst moeten we even wat uh, attracties repareren zie ik. Deze attractie. De, Drommels is, uh, de drommelsbaan is uh, Um, uh, kapot. En hier zitten weer wat medewerkers neer. Hup, hup. Hierheen. 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 En even wat schoonmakers. Hier voor de wc. Huppatee. En de bankje even weer herstellen. Als we het zien, dan herstellen we het. Hier dus ook. Mensen trappen gewoon de bankjes kapot. Dat ken echt niet. Dat ken je niet. Maar um, ja, we gaan door. We gaan kijken. We gaan de, hier ook deze attractie ook trouwens. Heel veel attracties hebben pech. Deze is goed. Deze is ook kapot. Nou, huppakee. De kartbaan. De BNA Boevenrace. En wij gaan nu naar onze volgende attractie. Dat is de Boomstammetjesrivier. Die gaan we dus thematiseren in Bassinalia. En ik wil eigenlijk een soort circus thematisering maken. Dat betekent dat we hier een soort heuvel gaan maken. Waar we BNA daadwerkelijk gaan opzetten. Met het, soort, ja, met het dus een soort thematisering qua, um, qua, ker, uh, qua circus. En ook in de attractie komen de boeven weer naar voren toe. Hier even wat te kijken of we gaan wat plantingen neerzetten. Een beetje die heuvel weg te werken. Oh. Ja, doen we dat zo. En hier kan het dan niet meer, maar wel hier. Kijk, top. En een beetje eromheen. Zo. Um, ja, wat gaan we dan even verder op meer dingen doen? Sowieso, veel groen. Maar ik zet even te kijken. Moeten we dan zo beeld neerzetten? Of zetten we gewoon diezelfde beelden neer zometeen als bij die caravan? Ik denk het laatste. Um, ik zat een beetje te puzzelen. Wat kan ik hier doen? Nee, dit niet. Dat heb ik al een keer eerder natuurlijk. Op een heuveltje, dat is allemaal wel een beetje te standaard. Maar um, ik zat wel te denken aan die ballonnen terug te laten komen, zoals in het begin, daar, toen ze daar stonden. Maar die hebben we heel gauw weer veranderd. Maar Ik wil ze hier eigenlijk wel gaan gebruiken. Oh, er is wel een grote boom, een groot bosje. Laten we die uh, hier neerzetten. En deze dan hier. Een beetje wat langs de baan zetten. Dat is een beetje, een beetje groen. Een beetje het groene, dat is wel mooi. Laten we hier deze neer. En ik had er nog eentje naast. Nee, niet op. Naast, zeg ik. Ja, oké, okay, nice. Um, uh, ja, het hebben we nog meer dan. Nog meer goede bomen die we kunnen plaatsen. Sowieso. Um, even kijken. Nee, dit is niks. Deze. Um, nee, ook niet echt. Dit ook niet. Nee, dat heeft niet met Bassinadia te maken. Deze is dus Adriaan. Zoals we dat al bij de kerven hebben staan. Maar uh, dan moet ik hem even. Eerst even wat anders maken. Eerst een soort van ja, circusachtig teentje, torentje maken. Uh, wat kunnen we daar best voor gebruiken? Ja, deze dan of zo, denk ik. Zo. Zetten we dat. Moeten we dan naar beneden. Ja. Dan maken we zo meteen de uh, geel en rood natuurlijk. Pakken we de volgende. En die zetten we daarnaast. Net zo. Nee, grote. Uh, deze, deze. we een beetje hier zo. Die maken we dan. En nu een kleintje weer aan naar de andere kant. Die kopiëren we dan even. En die doen we dan ook weer naar beneden toe. Even kijken, dat is deze. Zo, dat een beetje gelijk staat. En dan maken we even andere kleuren van. Deze maken we geel, die maken we ook geel. En het achterste maken we rood. En dan nu even kijken, wat kunnen we nog meer? Wat kunnen we hier aan doen? Een soort van toren opbouwen. Een toren opzetten. We hebben hier wel een toren, kijk deze. Die kunnen wij op die rooi zetten. Die zie je helemaal niks van het rood, maar dat maakt niet uit. We kunnen die toren rood maken. Uh, ja, dit is op zich wel een goeie, denk ik. Hij leunt op dat gooie. We kunnen iets naar beneden doen, zo. En dan maken we die toren nu rood. Kijk, dat is ook een mooi beeld. En dan maken we het andere geel, ook al zie je daar vrij weinig van, maar dat maakt niet uit. Dat is wel een mooi dingetje. Zeker. Uh, wat kunnen we nu dus... Nu kunnen we Bastien en Adriaan gaan neerzetten. Even kijken, Adriaan... Heb ik... Ik, wou hem er... ik wou ze erin zetten, maar dat lukte niet. Dan nou, weet je, dan zet ik ze gewoon voor. Dus dan zetten we Adriaan hier, aan deze kant zo. Iets naar beneden natuurlijk, want dat moet je niet zien. Nou, je ziet er één klein hoekje. Nou oké, okay. dan kan ik wel mee leven. Um, en Bassie, waar is die? Hier, op het, ja, op het paard. Kan niet anders. Even kijken, ook naar beneden. Clown Bassie. En dan maken we Adriaan natuurlijk zijn kleuren. Een beetje hier blauwe en de broek natuurlijk zwart. De riem doen we hier dan een beetje geel. En dan de broek gewoon zwart helemaal op de strepen. Nou is staat klaar. En dan, uh, even kijken, Bassi, die, die kunnen we niet veranderen, dus dit is dan wel op zich goed. Bassie en Hader staan ervoor, maar wat kunnen we nog meer qua thematisering doen? Eventjes kijken. Eventjes kijken, uh, wat hebben we nog meer? Hmm. Dit, nee, het, het stelt niks voor. Dit al helemaal niet, dat heeft niets met het circus thema te maken. Um, nou, dit dan misschien zoiets. En, uh, iets wat omhoog klept misschien. Dat uh, denk ik dat iemand uitkomt, maar er komt niks. Dat is wel een goede, leuke thematisering hier. Voor het begin. Uh, we gaan hier dus ook even een bord plaatsen. Dat gaat door Circus BNA. Ik, kan niet, ik kon niet Circus Bassin die andere was te lang. Dus dan maar Circus BNA. Een afkorting daarvan. Doe even het bord zo. Iets naar voren. Dan moeten we even draaien. Nee, andere kant. Andere draaipunt. Deze. Dan moeten we weer wat rechter. Ja. En dan moet hij omhoog. Oh, omhoog. Omhoog. Dat is deze. Kijk. En dan moet hij iets naar voren. Ja, top. En dan kunnen we het gaan erop doen, opschrijven. BNA Circus. Circus BNA. Even kijken hoor. De kleur is rood en geel natuurlijk. En dan gaan we de naam doen. En jullie zien niet dat toetsenbord, wat ik dus nu in beeld had, dat is van Xbox zelf. Dus dat zien jullie niet. Uh, ik hoop dat jullie trouwens deze, series leuk. deze serie leuk vinden. Het bna um, park, bna Er wordt wel veel bekeken. Ik doe het ook heel veel met heel veel plezier. en uh, ja, Morgen natuurlijk weer een voorspelling van de wedstrijd van Feyenoord. En vandaag dus nu later op de dag, deze, deze aflevering. Bijna de richting de 2000 abonnees, ben ik zeer tevreden mee. Ik doe het nog steeds met, altijd, met alle plezier. maken ik de video's voor jullie. En dat gaat ook zeker gewoon nog steeds blijven. En. Um, daar hoeven jullie zeker geen zorgen over te maken. Nog steeds. doen we met alle plezier de video's voor jullie. Circus Bena, Hier zien jullie het. Alleen moeten we het bord even draaien. Dus dan moeten we dat ook even doen. Even kijken. Dan draaien we hem. Hup, hup. Top. Niks meer aan de andere. Circus Bassinadian. Hier dus. Uh, we, gaan, we gaan nog wat aanpassingen doen. Jazeker. We kunnen nog wat thematisering doen. Um, we kunnen met die ballonnen werken. Deze. Die kunnen we iets naar achteren hier. Deze zo. Naar beneden dan. Zo. En de andere doen we dezelfde kant. Doen we de andere? Die doen we hier. En dan ook weer iets naar beneden. Nou, dan moet hij wel zo. En dan maken we de kleuren natuurlijk hetzelfde: rood en geel. Hoppakee. En dan doen we hier hetzelfde: rood en geel. Helemaal top. Helemaal top. En uh, het begint wel echt wat op te lijken. Ik ben er wel heel erg tevreden over. In ieder geval. Nou, deze slaat nergens op. Deze, de, deze doen we niet. Um, een boom. dat is altijd goed. Bomen, groen doet het altijd goed. Hier een beetje achter die heuvel om, oh, om die heuvel te verbergen. Hallo, ja zo. En nog eentje. Hiervoor. Nee, dat, is, dat hoeft niet. Um, ja, een tonnetje. Ja, is het wat? Nee, het is eigenlijk niet echt wat. Um, deze kunnen we erachter zetten. Ja, die hebben we ook eerder in het park aan het begin. Hier kunnen we hem ook doen bij de boomstammetjes. Ze hebben ook een beetje een soort, soort circusgevoel. Ook al is het een soort Amerika-ding. Maar goed, dat maakt niet uit. Um, wat hebben we nog meer? Mag ik wat bomen plaatsen? Ja, hebben we nog een boom kunnen plaatsen? Ja, altijd goed. Nog um, een struikje hier. Zou dat kunnen? Naar beneden? Nee, we kunnen die naar beneden zetten. Dan zit je met die baan. Hmm. Even kijken, deze dan misschien? Ja, op zich wel. Een beetje door de heuvels heen kan wel. Deze niet. Deze niet. Nee, nee. Jammer, 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 jammer. Je kan niet, je kan niet door de baan heen gaan hier. Aan de andere kant dan misschien. Ja, op zich is dat wel wat. En hier dan nog eentje. Zo. Beetje groen aan de zijkanten van de baan. En dan gaan we daar ook weer, hier ook weer een apart dingetje maken. Ik wil eigenlijk een soort, ja, een soort, um, een soort strandje. Een soort strandje, zand hier. Hier hebben we schepjes en zo en een zandkasteel en een bal. Dan gaan we de grond een beetje een soort zandkleur maken. Dat doen we zo. Even kijken we dit ook weer, nee, dat doen we niet zo. Dat doen we zo, ja. Beetje dit zo, beetje het zand... Tegen dan gaan we daar ook een soort riviertje maken. En daaromheen ga ik ook weer de boefjes plaatsen. Zo, hier. Hoppakee. En hier dus een soort van... Uh, gaan we het indeuken. Hier doen we dan uh, de rivier. Of het rivier. Het een soort zeetje. Een, soort, ja, zo, 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 een beetje water erin. Zo. Kalm water. Rustig water. Zo. Boom. Zo'n leuke thematisering ook weer langs de lijn. Of langs de zijkant. Um, en die boefjes... Kunnen we dan uh, er ook nog mee gaan zetten? Um, wat kan ik dan meer? Even kijken hier. Ben je weer een van de poeven. Nee, deze niet. Die geven deze. Bij uh, vlugge zetten we hier neer. Beetje hier, anders lijken ze wel heel klein. Als je ze wat verder neerzet, dan uh, is wat uh, ogen wat beter. Um, wat hebben we hier? Hé, hey, een kanon. Die kunnen we wel hier neerzetten. Die geeft die sheet confetti af. Dat is zeer goed voor de, deze. Uh, dit gedeelte, de circus gedeelte. En zet er ook eentje aan de andere kant neer. Kijk, deze kant. Top. En dan uh, zit deze aflevering er bijna op. En dan gaan we de volgende aflevering verder bouwen aan dit park. En dan uh, hopen dat jullie het leuk vonden. Druk op duimbo's gedaan. En dan ga ik even een klein ritje maken. Eerst nog hoe het eruit ziet in de baan zelf. Uh, dit stukje, het beginstuk. Aan de achterkant zouden we nog iets van thematisering kunnen doen op zich. Iets dat ja, hier die de achterkant niet zo lelijk eruit ziet. We gaan even een uh, testritje maken. Dan gaan we er even in zitten. Ja, we gaan vertrekken. Ik vind het op zich niet tegenvallen. Dit eerste stukje van deze Wildwater-boomstammetjesbaan. Uh, hier mooi, die corvette die kijkt. BNA staan klaar. Silicus Bassinaal, die dan is geboren. Het begin van deze Wildwaterbaan. Uh, wat zeg ik Wildwater? Boomstammetjesrivier, moet ik het zo goed zeggen. En hier het strandje met het water. En uh, verderop, uh, zometeen dus de boefjes. Maar dat gaan we later allemaal doen. Ik bedankt voor het kijken en uh, geniet nog van jullie dag. Doei, tot de volgende keer.